wil ik wel een lekker potje mee kokkerellen. Even dimmen, hè? Zijn die voor mij? Je moet je voorkeur nog opgeven. Blond? Nee. Vlees, vis, vegetariër. Gewoon inpakken en meenemen. Je bent zelf uitgeschrokken op dit uit je eigen kast? Of? Ik heb natuurlijk het geluk dat ik een zus heb die ontzettend goed is met styling. Zij is stylist en ze haalt dan in één keer heel veel jurkjes en heel veel kleding voor me. Dat hangt dan gewoon lekker in mijn kast en dat trek ik er zelf uit en dan maak ik een combi. Dus dat maakt het wel wat makkelijker als alles door elkaar gedraaid wordt. Wat is jouw stijl? Want ben jij iemand die veel rokjes draagt? Of? Nou, voor nu dacht ik, ik doe wel een rokje aan. In ieder geval een jurkje aan, want dat vind ik wel passen bij de film. Maar ik ben ook wel van de broek, hoor. Ik vind een lekkere denim vind ik wel heel fijn, merk ik. Dus dat draag ik ook wel heel graag. Of een goede pantalon, weet je, met een mooie trui erop of zo. Daar hou ik ook wel van. Een beetje simpel. Simplicity tegenwoordig. Ook een beetje clean, zeg maar dan. Ja, wat cleaner. Ja, inderdaad. Niet te veel gedoe. Oké. En bij een man, wat is nou echt wat jou betreft een dooddoener qua outfit? Oei, te veel glimmende stoffen. Daar ben ik niet van bij een man. Wat draagt je eigen man aan? Simpel, mijn man draagt simpel. En dat staat hem ook geweldig. Dus mooie, ja, mooie simpele cashmere trui, wollen trui of zo vind ik altijd prachtig. Of een lekker wit t-shirt, crispy shirt met een denim. Ja, ik word daar gewoon heel blij van. Ik vind dat heel mooi. Niet te veel gedoe. Hou het maar gewoon een beetje simpel. Ja. In principe heeft een man weinig nodig, denk ik toch ook? Wat dat vind ik wel, ja, ik vind van wel. Ik vind, het ligt een beetje aan wat voor type man je bent. Ik bedoel, er zijn ook genoeg mannen waar ik het wel heel cool bij vind als ze in het leer gestoken zijn. Weet je, ik denk aan de DJ's. Of, dat kan natuurlijk super cool zijn. Of een beetje rock'n'roll zijn. Maar bij heel veel mannen vind ik het gewoon mooier om het heel plain te houden. En uiteindelijk, ik bedoel, als je kijkt naar James Dean, dat vind ik zelf de mooiste stijl. Het is toch gewoon een denim wit t-shirt en een goede leren jas. Of een lekker bomberjasje of zo. Ja, ik vind dat wel heel mooi. Ja. Het moet bij je passen, ik denk dat het is. Ja, maar dat is met mode sowieso, denk ik. Ik geloof niet zozeer in mode gillen. Ik denk meer gewoon, je moet doen waar jij je heel goed in voelt. En dan ben je er ook mooi in. Dus dat is toch wel heel belangrijk. Oké, en even over de film natuurlijk. Want kan je iets vertellen over je rol? Ik ben Marijke. En Marijke die is advocaat. Heel succesvol in haar werk. En alleen niet zo succesvol in de liefde. Ze heeft al heel veel dates gehad. Ze heeft alles al geprobeerd. En ze is op dit moment wanhopig op zoek naar die ene man die haar een kind kan geven. Want ze wil een kind. Haar klok is gaan tikken. En ze wordt onrustig. En ze kan het hele leven tot nu toe redelijk plannen. Maar bij dit liefde natuurlijk niet. Dus ze moet zich op een bepaalde manier overgeven. En dingen loslaten. En ja, dat vindt ze niet heel makkelijk. En daarnaast komt het ook nog een beetje in de clinch met haar vriendschap natuurlijk, volgens mij. Die met Danielle, volgens mij in de film, Birgit natuurlijk. Klopt. Kan je er iets over vertellen? Want, het is natuurlijk rampzalig wat er gebeurt tussen die twee vriendinnen. Danielle gaat mee om Marijke te helpen en wordt vervolgens verliefd. Nou ja, ik doe zo verliefd. Ik zit al in mijn rol. Ze vindt hem gewoon interessant en Marijke heeft zoiets van, hou het toch op. Jij hebt zoveel mannen die je leuk vindt of lekker vindt. Laat mij deze nou gewoon hebben. Maar daar denkt Danielle een beetje anders over. Dus het wordt een strijd en vriendschap komt onder druk te staan. En de rest houden we voor de mensen die gewoon gaan kijken. Ja, dat is het. Ja, absoluut. Niet wil verklappen, maar waarom moeten mensen naar de film? Afgezien dat de cast echt fantastisch is natuurlijk, buiten dat. Waarom moeten mensen nou naar de film toe? Nou, ik denk dat het gewoon heel echt. Ik denk dat het een hele fijne, lekkere film is. Waar je gewoon kunt genieten. Waar je dingen ziet die je misschien herkent. Er zitten zoveel verschillende personages in waar je van iedereen wel iets kan pikken. Of denkt, oh, dat ben ik. Of dat zit in mij. Of, dus het is denk ik heel herkenbaar op veel vlakken. Maar ook gewoon fun. Het is leuk, het is zomers, het is een lekker gevoel. Je gaat er naartoe, je komt volgens mij heerlijk vrolijk naar buiten. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is in een tijd waar we allemaal druk zijn. En rennen van de ene naar de andere plek. Dat je gewoon even lekker op je kont gaat zitten. En laat het maar gewoon over je heen komen. En enjoy. Even ontsnappen aan de werkelijkheid en het weer. Vandaag is het echt verschrikkelijk. Gisteren was het mooi, maar volgens mij krijg je een lekker zomers gevoel van de film. Ja, ook al zou het regenen buiten, als je die film ingaat, dan schijnt ineens de zon. En hoe lekker is dat in een land waar het toch redelijk vaak somber is? Dus laat die film maar komen en daarmee ook het mooie weer in ons hoofd.